U hebt gekeken naar Mali, een dam op afbetaling. Een bijdrage van de Franse televisie aan een co-productie van de Verenigde Naties over ontwikkelingssamenwerking. Deze film kwam in plaats van de in de omroepbladen aangekondigde film Vrouwen van Suriname. En daarmee zijn we aan het einde van deze icoon-uitzending. We zijn er weer volgende week woensdagavond met weer een aflevering van de Amerikaanse serie De Schoolkrant en verder de informatierubriek Kenmerk. We melden nog even Icon Radio zondagochtend van 10 voor 11 tot 12 uur op Hilversum 1 in het programma De Andere Wereld van Zondagmorgen. Onder andere een reportage over de achtergronden van de huidige onlusten in Engeland en verder de tweede verjaardag van de Sandinistische beweging in Nicaragua. Op deze zender gaat de VARA weer van ons overnemen. Hartelijk dank voor uw aandacht. Goedenavond. Ja, u bent weer terug bij de VARA met The Touch van Ingmar Bergman. Een film uit 1972 met in de hoofdrollen Bibi Andersson, Max van Sydow en Elliot Gould.